Zaterdag wordt het lokaal zomers warm, maar er kunnen ook een paar stevige regen- en onweersbuien vallen. Vanavond, vannacht en morgenochtend hebben we te maken met een hoge drukgebied en daardoor is het tamelijk rustig. Maar morgen trekt er van het zuidwesten uit een storing over ons land. Het arriveert het eerst in het zuidwesten en vooral in de namiddag en avond trekt het met stevige regen- en onweersbuien naar het noordoosten van het land. En daarachter kunnen meerdere buien gaan ontstaan. Maar voor vanavond, zoals gezegd, is het tamelijk rustig onder invloed van dat hoge drukgebied. Op steeds meer plaatsen komt de zon tevoorschijn en dat bij temperaturen van 17 tot 20 graden. In de nacht kunnen plaatselijk mistbanken gaan ontstaan bij een minimumtemperatuur van 10 graden. En morgen start tamelijk rustig, met veel zon. Het ziet er prachtig uit op zaterdagochtend. Prima weer om een strandwandeling te maken. En het warmt geleidelijk aan op naar zo'n 22 graden in het noordwesten tot zo'n 24 of lokaal 25, 26 graden in het oosten en zuidoosten van het land. En bij die temperaturen kunnen een paar buien gaan ontstaan. Het eerste in Zeeland en later trekken de buien naar het midden van het land. Die komen daar in de avond voor. Maar ik verwacht dat het vooral in het noordoosten van het land tot middernacht veelal droog zal blijven. Op zondag hebben we te maken met lagere temperaturen. Het wordt hooguit 22 graden en daarbij is er overwegend veel bewolking aanwezig. Soms komt de zon tevoorschijn en verspreid over de hele dag kunnen een paar buien voorkomen. Ook opnieuw mogelijk met onweer. Na het weekend blijft het vrij onbestendig zomerweer en met lagere temperaturen, hooguit 21 graden. Daarbij is er een mix van zon en wolken en dagelijks dus een paar buien. En vooral op dinsdag waait het behoorlijk, windkracht 5 tot 6 langs de kust. Maar van het weekend is het tamelijk rustig, vooral morgenochtend schijnt de zon volop en lokaal wordt het zomers warm. Ik wens u een goed weekend.